Even in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size bed. Ik zie jullie morgen. Ga maar vast. Ik ga nog even naar de bar. De nacht is nog jong. Mijn blik valt op jou. Je drankje voorin. Wat wil je drinken? Ik bestel. Ik ben nieuwsgierig. En jij vertelt. Tot de barman ons doet. En vraagt of we willen weggaan, want zijn team zit erop. Naar de lift, ze kiest dezelfde verdieping. De sleutel van de deur gaat in de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotelsuite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek. Oh, ergens in een hotelsuite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Zoiets één kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. Zij is zo sweet, zo ergens in een hotel suite. Zo, zo sweet, zo ergens in een hotel suite. Misschien wil zij wel frisse lucht. Ik stap naar buiten, geen geluk. Nu vraag ik me af, was het zo bijzonder of was het dan toch? Naar de lift en weer dezelfde verdieping. En ik blijf even wachten voor de kamer naast mij. En nu zit ik ergens in een hotelsuite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek. Oh, ergens in een hotelsuite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. Eén kamer bij mij vandaan. Even aankloppen, blijven staan. Waarschijnlijk op doorreis naar dromenland. Kamer 50, hoog 06. Door een schilderij op de wand. Ben jij dichtbij, maar zo ver weg. En ik zweer, je zag me in de lobby. En ik zag de lobby in je glimlach. Toen we voor het eerst kruisten met onze blikken. De hele situatie magisch, zoals in een film. Ik dacht, actie.